kijken. Ik ben mijn schoentjes aan het zoeken. Mijn naam is Walter Diem de Remus. En ik vind ze niet. Mijn schoentjes. Ik hoop dat jullie een leuke vlog gaan tegemoet komen. Zoals gisteren. Hopelijk ook alweer al wat met een paar onweertjes. En ik vind mijn schoenen dus niet. Waar heb ik die nu weer gezet? Misschien achter de gordijn? Nee. Ja, we hebben hier gisteren ook een ongelukje gehad. Dat ik heb hem gevonden, schat. Dat ik een glas hier heb laten vallen. Een duvelglas. Ja, kan gebeuren. Allee. Ja. En ik heb hier nog gewoon in één keer. Die naam. Wel, ik ben even benieuwd als de luikels was er die groep liep van konijn. Ik denk van dat konijn. Ik weet wel. Lol. TC, TC, TC. Geze Lubas. Voilà. TC, jij weet waar, wel waar ik het over heb. Dus Geze Lubas. Voilà. Gaat jij mee? Nee, zeker. Hè? Mijn maatje gaat mee. Ik ga naar de winkel toe. Portefeuille, GSM, GoPro, check, check, check. Go, go, go. Nu naar de wagen toe. Het regent, het regent, de bandekes worden nat. Kwamen twee boerinnetjes aan, die vielen op zijn gat. Het nat is het buiten. Zie je dat? Wat een weer. Ja. Daar ook, daar wil het zonneke ook doorkomen. Ja, vergeten dat je lopen trekken. Ja. Allee, ik ga wel lopen naar mijn wagen toe. Oh. Allee, jong. Ik moet even over uw stoel gaan kruipen. Oh, hier heeft iemand zich heel goed geparkeerd. Kijk wat ik nu moet doen, hè. Dat is niet, hè. Ja, nee. Oh. Goed geparkeerd, goed geparkeerd. Echt waar. Hey, kijk eens. We zijn nog eens aan het rummikuppen. En ja, ik weet het, daar staat redelijk veel afwas. Maar dat gaat ook nog gebeuren vandaag dat ik de afwas ga doen. Ik wil nog even iets hebben over de livestreams. Kijk, over de livestreams is... Ik doe mijn best om eens regelmatig een livestream te plaatsen. Maar dat gaat niet altijd. Dat moeten jullie ook bij neerleggen. Dus ik heb bijvoorbeeld bezoek. En ik ga niet speciaal tegen de bezoek zeggen van... Allee, ga eens alsjeblieft eens naar huis toe. Omdat ik moet gaan livestreamen voor jullie. Dat gaat niet. Dus hij heeft daar ook wel wat respect om. Ik probeer zo goed mogelijk alles te doen. Ook voor jullie kijkers. Maar ik kan niet iedereen in de bloemetjes zetten. Of helpen. En nu ben ik aan het kijken, kijken, kijken. 1, 2. Kom maar uit op 2. Dat is niet goed. Nee, deze uit. Soms kan ik niet altijd eens afleggen, dus... Ik hoop dat jullie dat ook begrijpen, dus dat ik ook zondags ook regelmatig eens bezoek heb. En nu is zo gelijk ook, morgen is een feestdag. Zo gelijk ook mijn lievertje blijft ook slapen. Soms mag ik wel eens van mijn lievertje zijn livestream doen en soms ook eens niet, omdat we eens wat me-time doen. En accepteer dat ook eens, dat ik ook dingen kan samen doen met mijn vriendin. Punt. Voor de rest, hoe zijn de cijfers ervoor? Niet goed.
stapje maken en zal ik eruit pakken. Waaruit pakken? Ja. Daarvoor zijn ze toch? Ja, ik heb zo'n hele grote pak zakdoeken gekocht. Papieren zakdoekjes. Dus zowel voor Tripstar. Dankjewel. Tripstar. En Exo. Dus nu weten jullie ook jullie antwoord. Dus als er bezoek is, en ook als mijn vriendinnetje hier is, probeer ik daar meer tijd aan te besteden dan is aan een livestream. Yo. Jawel, straks dat ze afwas doen. Mijn maatje is even al ondertussen tijd naar huis gegaan. We gaan hier nog één potje Rummikub spelen. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14. Ik heb er 2 te veel geraapt, mensen. Oei, 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 oei. Dat is niet goed, hè. En ik mocht beginnen van mijn schat, want ik was de big loser. Weer al, jawel. En ik heb de standen al even al niet meer vermeld in mijn vlog, hè. Mensen, dat is ook weer waar. Maar ik zal het subiet wel nog eens een keer doen. Als mijn beurt voorbij is. Want ik ben nu heel snel aan het leggen. En ik ga je één ding zeggen, ik heb redelijk geraapt. Niet goed, niet slecht, maar ertussenin. Geen gaat schrikken wat ik allemaal kan afleggen. Oei, 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 ze kan al afleggen. Ja, voor maar het ik al. Weet niet of dat deftig is. Oké, okay. Jij zei het. Nee, ik weet niet of het deftig is. Wat moet ik doen? Ja, leg het op tafel waar je denkt van dit kan ik afleggen en dan zal ik goed tellen. Dat is, eens even kijken. 5, 10, 20, 20, 25, 26. Nee, dat kan ik niet. Ja, moet je rapen. Voilà, en ik ga jullie eerst nu eens even de standen zeggen. Chris, Bea, Dimi. Dus we zijn beginnen te tellen vanaf daar 6 april. Daar staat het al voor Chris 10, voor Bea 3 en voor mij magere 1. En dan hebben we nog de start Rummikub op 1 april. Dit is geen aprilgrap. Bea heeft nu 18 wedstrijden gewonnen en ik 17 wedstrijden. Dus ik stond met 1 wedstrijd achter. Dan ik en mijn maatje. Dat is gestart op 30 januari, februari, maart. Op 30 maart. Daar heb ik nog maar 8 rondes gewonnen. En Chris 24 rondes al gewonnen. Dus daar sta ik redelijk veel achter. Dus ik moet daar nog redelijk veel gaan spelen bij tussen mij en Chris. Voor dat nog te kunnen inhalen. En wat ook nog ondertussen tijd, wat ik ook maar kan bevestigen aan jullie. Dat is ook iets heel leuk. Dus ik ga ook opnieuw weer al heel veel reclame daarvoor maken. Jawel. We gaan dus naar een lamp. Ik kan niet. We gaan dus naar een gaming evenement. Maar niet voor direct. Deze gaat door op 27, 28 en 29 september. En dat is XLAN 2.21. XLAN 2.21, daar ben ik aanwezig. Een kusje geworpen aan naar mijn schat. En heeft dat geholpen? Wat denk je? Heeft het geholpen? Dat kusje. Oh, nee. Daarvoor deed ik dat wel niet, hè. Ah, oké. Okay. Nee, het heeft niet geholpen, mensen. Maar ik geef wel de kusje door met liefde. Voilà, mensen. Leg eens af. Ja, ik probeer. Leg jij ook eens af. Dat ik ook ja, kan af. Ja, ik probeer. Je
gehoord dat, hè? We hebben hier ook altijd al wat discussies rond als we aan het rumikuppen zijn. Nee. Dat leek maar zo, hè. Ja, ik heb weer een getalletje op de verkeerde hoogte gelegd. Yes, maar jij zit. Want ik kan hem altijd niet afleggen. Dames en heren, kijk eens wat kutgetalletjes dat ik heb. Jij zit. Ja. Dit zijn al mijn getalletjes, mensen. Kut, hè? Kun je daar iets van 30 maken? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Allee mensen, ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ik kan dat dus niet meer te goed zeggen, hè. Terug. Nee, terug. Dus ja, tot straks allemaal. Yo. Nee, ik heb geen honger. Ik heb echt geen honger, mensen. Ik weet, het is nu maar pas 12 uur gepasseerd. Ja, het is al 2 uur bijna. En ik heb nog altijd geen honger. Maar ik weet nog niet wat ik ga eten straks. Dat moet ik nog bezien. Misschien dat ik toch een mini. Nee, jullie computer blijft niet hangen, hoor. Nee, dus een mini kookvlogje gaan maken. Dat moet ik nog wel een klein beetje even bezien. Want dat is ook weer al lang geleden op mijn YouTube-kanaal. Hoe jullie mij zien eten klaarmaken. Maar ik kan wel met vreugde vertellen dat mijn schat aan de beurt is. Dus ik kan jullie allemaal laten. Dus ik ga het nog eens even herhalen. Xlan 27, 28 en 29 september 2024. Daar zal ik aanwezig zijn op Xlan 2.21. Wil je daar ook nog altijd aanwezig zijn? Dat kan. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. We zitten al over de helft van betalingen. En ik raad weer al een dubbel. Over de helft van de betalingen van Xlan 2.21. Daar gaat ook Psycho TV talrijke livestreams weer al gaan verzorgen. Dus dat er redelijk wat gestreamd wordt. Dan ga ik ook nog proberen alles op alles te zetten. Voor, zeg het, voor mijn drone in de lucht te kunnen gooien. Ja, dat lukt sowieso al, met een drone in de lucht gooien. Maar je bedoelt ook voor daar beelden mee te kunnen maken. Dus gelijk ook de PC-webcompo. Ik had er beelden gemaakt, maar het probleem is, die waren stuk op mijn gsm. Er zit ook nog een SD-kaartje in mijn drone. Die is precies terug. Online? Ah nee, die is nog altijd offline. Oké. Okay. Ja, ik was aan het kijken, want ik was even met een crewlid van Xlan ook aan het onderhandelen over de betaling. Noem maar op. Kunnen jullie laten, dus kom gerust naar Xlan 2.21 op 27, 28 en 29 september 2024. Hier in de Limburg. De enige landparty hier nog in Limburg. Kom aan, PXL. Doe ook eens alsjeblieft een LAN-party hier in Limburg. Bijvoorbeeld bij jullie lokaal. Want dat is vroeger ook al geweest op de PXL-school. Heel vroeger. En ik heb daar ook mee geholpen, hoor. Toen. Met de wat competities. Ook zo gelijk Trackmania-competitie te leiden. Op jullie. Bij jullie. Ja, en ik ben aan het tellen, hè, mensen. Dat is 11. 11, 18. Ja, ik kom er. Ik ga uitkomen met 5, 6, 7, 8 en 9. Kan ik dan nog iets afleggen? La 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 la. Nee, net niet. 10, 11. Ja, maar dan zet ik mijn andere. Oh. Dat is zo klaar.
Je probeert... Ah, jawel, 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 dat gaat wel, dat gaat wel. Dat gaat wel. Dan gooi ik dus ook nog een rode 10 af, kleurwisselaar en dan nog een 12. De kleurwisselaar is dan dus getalletje 11. Dus ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Tot straks allemaal. En vergeet niet dat we afkomen naar Ixlan 2.21. En nu hebben we daar genoeg reclame nu al over gemaakt. Alleen nog de website van Ixlan 2.21 is www.ixlan.be. Tot later. Yo, 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 yo. Zo aan de hacker, even, die mijn kanaal gisteren heeft gehackt. Dus eigenlijk voor mij voor vandaag. Ik ben direct in actie geschoten, want ik krijg hier ook alle meldingen aan. En dan nog iets. Hier ben ik dan ook nog op aangemeld. Je moet wel op, even klikken op alle apparaten afmelden. Maar dat heb je dus niet gedaan. Loser. Loser. Ja, nu noem ik u wel echt een loser. Het is niet op jullie, hè, kijkers, maar het is op die man, of op die vrouw, of op de X, die mijn kanaal wou overnemen, hè. Maar het is mislukt, het is mislukt. Want je moet denken, ik krijg hier alle meldingen aan, hè. En dan moet je ook wel even klikken op alle apparaten afmelden. Dat heeft hem dus niet gedaan. Hoe slim is dat ook? Want dan kon ik hier direct de paswoord veranderen. En gebruik alsjeblieft het paswoord niet meer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. En dan ook nog eens daarbij A, B, C. Wat de meeste gebruikte paswoord is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C. Hoe gemakkelijk was dat weer al te hacken? Psycho to power, hoeha, hoeha, hoe. Psycho to power, hoeha, hoeha, ha, ha. Maar één ding heb ik wel geluk. Eén ding heb ik wel geluk. Dat ik het heel snel heb ontdekt hierop en dat niet al mijn filmpjes zijn verwijderd. Daar heeft hem de kans er niet op toegekregen. Waar hij wel de kans heeft toegekregen is, wat ik klein beetje wel klote vind. Nu moet ik al weer wachten op de PM's van mijn admins. Ze hebben mijn admins toegekregen op mijn kanaal. Er is geen moderator meer. Er is geen admin meer. Ah! Alleen ben ik er nog op. Dus de DC en BRMT, als jullie dit zien, alsjeblieft, PM, ik heb uw e-mailadres nodig, waar ik jullie kan uitnodigen om jullie adminrechten terug te geven. Heb ik al geraakt of afgelegd? Ik heb dat niet geraakt en niet afgelegd. Ik heb alleen maar gekeken. Ja. Yeah. Ja, ik vond het, dus ja, ik kreeg hier direct dan een melding op. Misschien zie ik hier nog de melding opstaan. Ja, de melding staat hier nog op. De videotitel heet, wacht hè, ik heb het hier nog opstaan. Ha! Niet dat hoest het erbij, hè. Dus de titel heet, ha ha ha, Psycho, wil je kanaal terug hebben? Vraagteken. Dus ik zie dat hier dan altijd zo op, hè. Dus hier staat dan zo'n YouTube-teken, van de YouTube-studio-teken, logo eigenlijk. En dan JT-studio. Alle controles afgerond. Dus naastjes, Psycho TV, haast gesluiten. Even kijken als ik kan afleggen. Kan afleggen, voilà. Jij zei het. Dus daar staat dus, ja, dus ik kreeg dan zo'n melding, dus haarske open, Psycho TV, haarske terugsluiten. Er zijn geen problemen gevonden met, ha, 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 Psycho wil je kanaal terug hebben. En toen wist ik dat er iets aan de hand was, want ik had nog geen video geüpload. En nog geen vlog geüpload van gisteren, oeh, maar nu staat hij wel in de upload. Ah wel, dankjewel hacker, om mij...
Mensen, het is weer gebeurd, hè. Het is weer gebeurd. Het is weer gebeurd, hè, mensen. Kijk. Met al mijn concentratie naar mijn YouTube-kanaal toe. Hier, dit is mijn laatste getal. Kijk eens, wie heeft uitgespeeld. De getallen zijn 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 10, dat klopt. 10, 11, 12 klopt. 11, 12, 13 klopt. 9, 10, 11, 12, 13 klopt. 13, 12, 11, 10 klopt. 6, 5, 4 klopt. 4, 3, 2, 1 klopt. 3, 4, 5, 6 klopt. 2, 3, 4 klopt. 1, 2, 3 klopt. 2, 3, 4 klopt. 9, 10, 11 klopt. 12, 6, 7, 8. 8, 8, 8. 7, 7, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Dus alles is juist. Voilà. En ik wil ook nog eerlijk een shout-out doen. Een shout-out naar een van mijn alerte admins. Die heeft mij zelfs opgebeld. Dankjewel, Doekie. Een shout-out naar Doekie. Ik zeg zijn een echte naam niet, hè. Dus, dankjewel. The real Doogie, you are the best. You are the best. Want je hebt het echt ook, je hebt het ook heel snel gezien en je bent direct in actie geschoten. En wat is dat nu toch allemaal weer al meldingen? Ah, oké. Okay. Toch wel weer al raar. Oh nee, dat is om 14:33 geweest. 14:46 is het nu. Ziet je iets? Ah, een klein vliegje. Moet ik jouw computer hier aanzetten, mijn lieve schatje? Dat klein vliesje wil niet luisteren naar mijn schat. Oei, oei, oei. Dan krijgt ze pas op, hè. Dan kan ze een slag geven, hè. Nee, zo is mijn schatje niet. Zo is mijn schatje niet. Maar ik ben wel blij dat... ik geluk heb gehad dat mijn filmpje er nog op staat. Ik heb het filmpje ook gedownload, mensen. Ik heb het ook op mijn computer staan, want... zoiets... zet ik ook nog op kleine onderzoeksken uit. Kijk, hè. Dit was de filmpje. Ik heb het jullie laten zien op mijn computer. Wacht, dat opende met VLC player. Ja, dit stond erop. Kanaal gehackt. Wil je kanaal terug hebben? Stuur een mail naar redactie.ks4@gmail.com. En die fucking e-mailadres is beter beveiligd dan mijn YouTube-kanaal terjuist. Why? Why? Waarom is jullie... Jullie zijn toch echt niet slimme? Slimme mensen die daarachter zitten. Nee, daar zijn geen slimme mensen die daarachter zitten. Waarom gebruik je echt zo'n geweldige password van... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C... En dat waren nog kleine letters, hè, die A, B, C. Want jullie vragen nu zich af, waren dat nu kleine letters of grote letters? Ik had direct kleine letters eerst geprobeerd. Toen wou ik nog de grote letters proberen. En dat is gelukt. Want je moet dat eens googlen. Je moet dat eens googlen. Dus als je... Ik ga dat eens even ook eens opnieuw doen, voor jullie. Meest gebruikte wachtwoorden. En voilà. Hier. Ik zal eens even opnoemen de populairste wachtwoorden van 2022. Deze moet je zeker niet gebruiken. Dus ik zal dus even Wacht, hoeveel waren dat er? 10. Ja. Dus de top 10 zal ik eens even voorlezen. Password. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guest, dus G-U-E-S-T. Dan gaan we naar nummer 5 al. QWERTY. Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan gaan we al naar nummer 7 van de top 10. 1, 1, 1, 1, 1. Dan zitten we al op de 8e plaats. 1, 2, 3, 4, 5. Op de 9e plaats staat COL, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En op de 10e plaats 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. En dat kwam van de website iFoundIt.nl. En dan hebben we ook, zal ik ook nog eens van het VRT nog eens even gaan praten. Als ik erop mag. Ja. Hier staat weer een andere top 10. Hier staat dus op de eerste plaats staat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op de tweede plaats Acupisa 2020. Op de derde plaats Letmijn 1, 2, 3. Op de vierde plaats 3-0, 3-0, 3-0. Precies een ambulance. Piepa, piepa, piepa. Op de vijfde plaats I love 1, 2, 3, 4, 5, at. Op de zesde plaats Password. Op de zevende plaats met de hoofdletter G. Dan naar Arba 3060. Op de achtste plaats Azerti. Op de negende plaats Sonja. En op de tiende plaats, jawel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan heb je daar nog eens ABC erin nog eens achter gezet en dat was het. Wauw! Dus nu ga ik jullie laten. Tot later allemaal. Zo, op een hele goede locatie aangekomen. Jullie zien het ook boven mij. We gaan eens even tot aan de brug. Want dit zijn echt mooie donderkopjes waar wij terecht zijn gekomen. Aan die kant heel mooi weer. Maar aan deze kant, ik hoor het al grommelen. Oh, nice, 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 nice. Zie je dus van een uitzicht. Wauw. Ik zie hier heel mooi over aan het trekken. Jawel, het is begonnen, dames en heren, kinderen, dus, wauw. En deze keer ga ik er wel eens moeite voor doen voor het dus in slow motion te laten, ook nog laten zien. Want ik ga daar ook aparte video's van maken. Wauw, het was daar zo, wauw. Mooie slierten. Ja, maar we echt een paar slierten tegelijkertijd. Ziet die wolk daar eens vormen. Het is soms wel even wachten. Het is aan het flitsen hoor, het is aan het flitsen. Hij wilt actief worden. Wel mijn camera laten aanstaan. Ja, beeld. En om de twee minuten valt hij uit. Ik wil toch nog 3 minuutjes blijven op deze locatie. We hoorden dus ook eens grommelen. Ik weet niet als jullie het horen, maar het is heel licht.
wil toch één nog één sliertje of één flits meemaken. Wat zit die wolken maar best doen, man? Holy shit. Ik weet niet als ik die in heb daar. Ik ga toch nog één flits proberen mee te nemen. En hier ruikt het ook heerlijk. Oh, naar dat we bij de boeren zijn. Het is hier echt dichtbij. Het is echt heel tv. Het is ook even geduld hebben, mensen. Geduld, 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 geduld. Ja, voilà. Het was daar. Eén flits meenemen. Mijn slierten zijn er niet echt. Maar zie eens hoe mooi dat eigenlijk die wolkendek is. Echt waar, heel mooi. Allee, ik ga eens terug. Want het begint ook wat iets te gevaarlijk te worden. Voor ook uit de wagen te blijven. Want het zijn deze keer intense onweersbuien en dat is ook gevaarlijk, want je hoort ook de wind en al ook opkomen. Er zijn wel echt heel mooie wolken. Wauw. En blijf maar flitsen. Voilà, ik ben terug. Hier bij het tankstation aangekomen. Ik ga wel achteruit rijden, dat hier ook nog een auto kan staan. Even achteruit rijden. Voilà. Want het is echt te gevaarlijk aan het worden om echt te rijden. Ik ga het jullie laten zien. De straten beginnen ook blank te staan. Daar rijd ik echt even niet door. Echt niet. Dit is gewoon te gevaarlijk aan het worden. Want de onweer zit hier echt hier, hè. Allee, zien jullie allemaal zelfs terug. Hopelijk kan ik je nog weg geraken. Want we waren nu onderweg richting Evelien en Glenn. En nog een andere persoon. Zo, gisteren na die zware onweersbuien heb ik het nog niet kunnen afsluiten. Hoe moet ik het gaan vertellen? Ik heb met het terugrijden... zat ik ook in een noodsituatie in Tongeren. Daar zaten twee oude dames in een wagen. En die waren paniekerig. En die wagen was een elektrische wagen. Je kunt dus het al raden. Rijdt in een straat waar vol water zit. Oké, we moesten daar ook langs. Maar wij zijn gestopt. We zijn niet door het water gereden. We zijn dan een reis omgekeerd gedaan. Maar toch was mijn gevoel dus van, dat scheelt iets met die auto. Dan heb ik terug omkeer gedaan, terug naar dat waterplas toe. En uiteraard, daar zaten twee dames in die wagen. Twee oude dames. En die waren paniekerig. En die heb ik tot rust kunnen stellen. En ook op een gegeven moment was ik ook in paniek geschoten. Want was er een flits en een knal erbij. Dus het was ook nog altijd aan het bliksemen en alweer. En ik stond letterlijk en figuurlijk. Ik ga het jullie eens even laten zien. Tot
hier zo ongeveer in het water. Dat heeft daar 3 kwartier zitten duur, dus ik ben ook heel dankbaar voor die bedrijf daar in Hoesel, die ook ten hulp is geschoten, want ik heb heel hard geroepen, help. Er zijn dan mensen gekomen en dan is er zo'n... hoe noem ik dat? Zo'n reach truck afgekomen, kabel eraan gehangen en de auto uit het water getrokken. Maar hier liep alles verkeerd. Omwille van dat ik 3 kwartier in ijskoud water heb gezeten, heb ik een kleine hyperventilatie gedaan. En ben ik hier ter plekke nog even flauw gevallen. Ik heb een kleine hyperventilatie gedaan. Ik heb een check-up gedaan. Maar alles is oké. Daarbij ben ik ook direct gaan slapen en heb ik de vlog dan ook niet meer afgesloten. Dan weten jullie dat. Dus dan ga ik nu dat ook doen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet dat nieuwe bakken te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Voor de rest zeg ik altijd als yo, 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 yo. Maar mijn stem is ook nog altijd niet terug. Ha 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 ha